gaan uit onze stap, dat zou bij doen. Oké, okay. Gewoon alles door blijven. Pakito, jij bent ook bij de vergadering van de banden. Waarom ben jij hier? Ik ben een beetje laat gekomen, maar ik ben gekomen om te luisteren wat de vakbonden allemaal in petto hebben. De samenwerking, want ik zie dat het verschillende bonden bij elkaar zijn. En ja, meer om te luisteren. Wat zijn de volgende stappen? Hoe ziet de actie eruit? Wat houdt hun actie in? That's it. Ga je ook meedoen? Ik ga ze ondersteunen. Zeker. Komt er ooit weer een protestactie van jou? Zeker. Zeker, 100%. Ik weet dat het slechter gaat. Het komt slechter, het kan niet beter gaan, omdat ik de cijfers heb gezien. Ik heb ook gezien de deals die zijn gemaakt met de IMF. De verhogingen die gaan komen voor de Surinamers. En ik ga niet aan de kant staan. Ja, je begrijpt dus waarom ik je vraag. Hè? Ben je niet afgeschrikt door de uit de hand gelopen 17 februari rechtszaak? Nee, nou, maar schrik je me toch. Je kan mij niet schrikken. Wat gebeurt, gaat gebeuren. Ik ben een neutraal persoon. Ik kom op voor mijn rechten en ook voor de Surinamers. Ik ondersteun de actie van de vakbonden sowieso in belang van land en volk. Dus let's do this. Hoe gaat het met je rechtszaak trouwens? Ik ben tot nu toe sterk. Elke maand voor de rechter. Ik weet nog niet wanneer het eindigt. Ik hoop niet dat het net een case is net als die van Boutersen. Maar tot nu toe staan we sterk. Oké. Waar ben je het meest van bang tijdens dit proces? Bedoel je hiervoor? Nee, dus ben je bang dat er uiteindelijk toch een vonnis komt dat in jouw nadeel is? Oh, voor mij? Ik laat alles aan God over. Aan zijn plan ga ik niet. Ik ben een heel gelovig mens. Aan Gods plan ga ik niet, kom ik niet, wil ik ook niet komen. Ik weet dat mijn hart op de juiste plek is. Ik weet dat ik helemaal niks heb gedaan. Ik weet dat alles op beeldmateriaal is. Zo, ik laat alles in Gods handen. Waar word je weer van beschuldigd? Ik word beschuldigd van brandstichtingen, moordpogingen, opruiing ja, en alle andere, nog meerdere dingen. Dat zijn enkele dingen dat ik me nog kan hoor. En je pleit onschuldig? Zeker, ik ben sowieso onschuldig, omdat ik geen van die dingen heb kunnen doen. Ik was op de DAF-truck. Dus ja, er zijn beelden, dus dan moeten ze hun werk doen. Je hebt al een paar dagen gezeten, hè? 2 weken. 2 weken. En je zei toen je eruit kwam, heb je mensen ontmoet die eigenlijk spionnen waren? Zeker, zeker. Er zijn sowieso spionnen. We zijn in een land waarbij heel wat mensen te koop zijn en zich voorstellen net alsof ze arrestanten zijn, zich voorstellen net alsof ze niet in de coalitie zitten, zich voorstellen net alsof ze je mattie zijn. Dus dat zijn enkele punten die ik, of mensen die ik heb ontmoet, en op het eind is het helemaal iemand anders. Je rechtszaak is nog gaande, maar je bent al ready voor om een protest te ondersteunen. Ik ben ready voor mijn democratisch recht. Ik wil dat ieder Surinamer dit moet meenemen. Laat niemand, niet de rechter, niet de president, niet de VP, niemand. Laat niemand aan je democratische recht komen. Nog iets te vertellen? Ik wil elke Surinamer motiveren en bemoedigen om de vakbonden te ondersteunen in belang van hunzelf. Come on.